Hey, ik ben Hidden. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik jullie op een hele simpele manier uitleggen hoe je het best de ketting van je fiets schoon kan maken. Het weer wordt natuurlijk steeds slechter. Dit zal er wel voor zorgen dat je fiets niet meer zal vastlopen en dat je ketting niet meer zo snel afvliegt. Om te beginnen heb je eerst twee goedkope tandenborstels nodig. Zoals je ziet leg je ze plat tegen elkaar aan en maak je het middelste stuk en de onderkant vast met een taairiempje, zodat ze goed bij elkaar blijven. Vervolgens heb je een busje WD-40 nodig. Dit heeft een ontsmettende werking, zorgt ervoor dat je ketting schoon blijft en het dus niet afvliegt. Als eerst moet je ervoor zorgen dat de tandenborstel precies in het midden tussen de ketting komt. Op deze manier. Hou je het erbij, dichtbij, en is de bedoeling dat je de fietsbanden gaat draaien. Hou hem goed vast. En begin. Zoals je ziet is de tandenborstel hartstikke smerig geworden. Op het moment dat je bezig bent, zal je ook zien dat al het vel van die ketting afdruipt. En hoef je dus nooit meer naar de fietsenmaker toe om je ketting schoon te laten maken. Vond jij deze video nou handig? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven en je even te abonneren. Je kan ons natuurlijk ook volgen op Instagram, handigetips.ig, of volgen op Snapchat. Handige tips. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.